Op dit nieuwe jaar starten we weer heel mooi en heel bijzonder, namelijk in het Huis van Kuik. Zoals u misschien weet, de bibliotheek die woont sinds kort in de Schouwburg. En het is een prachtige samenwerking geworden hier met allerlei leuke activiteiten, mooie boeken, prachtige voorstellingen en wat wel meer. Nou, dat gezegd hebbende, wij zijn hier even boven in een ruimte gaan zitten en ik heb hier drie mensen bij me en ik ga eerst even vragen, wil je even voorstellen alsjeblieft? Ja, ik ben Doreen en ik werk bij de Schouwburg. Ja? Ik ben Louis en ik ben deelnemer aan het Oogcafé Land van Kuik en ik ga heel graag naar het theater en daarom zitten we hier ook. Oké, en? Ik ben Wilma Lems en ik ben programmamaker bij de bibliotheek en onder andere organiseer ik het Oogcafé. Nou, kijk, een prachtige samenwerking, drie partijen hier al bij elkaar. Nou, de Schouwburg allereerst, Doreen, mm-hmm. Ik denk dat het voor veel mensen wel duidelijk is hè, wat Schouwburg Kuik doet. Ja, wij bieden allerlei prachtige voorstellingen hier in onze grote zaal, kleine zaal. Ja, en nu voor het eerst ook een voorstelling die toegankelijk is voor slechtzienden en blinden. Ja. Ja. Dus daarvoor zitten we hier vandaag. Ja, ja heel bijzonder lijkt me dat. Wilma en Louis, jullie zijn slechtziend allebei? Ja. Louis, ja. Zeg jij het? Ja, ik ben slechtziend. Ik zie 5%. En ja, dat heet een beetje de grens blind slechtziend, zeg maar. Want mensen die zeggen ik ben blind, die zijn ook lang niet altijd helemaal blind. Vroeger op school zeiden ze altijd, als je niet meer de boeken kon lezen, dan noemen ze blind. En dan ging je naar de blindenschool. Want dan moest je met braille leren lezen, zeg maar. Ja. Maar als je slechtziend bent, dan kon je nog wel het zwartdruk lezen. Of vergroot, of dichtbij. Dat was dan wel het verschil. Ja. Maar ik ben slechtziend en ik zie 5%. Oké. Het klinkt mij heel weinig in de oren. Maar het kan altijd slechter. Daarom. Ja. Ja, zo is dat. Ja. Ja. En Wilma, jij? Ja, ik zie 15%. En ik heb een netvliesaandoening aan beide ogen vanaf mijn geboorte. En ja, mijn wereld is dus altijd al zo geweest. En 15% is voor mij 100%. En zo is mijn wereld en dat gaat prima. Ja. Nou Wilma, jij werkt in de bibliotheek. En dan denk ik al meteen, iemand die zo slecht ziet, tenminste voor mijn gedachten, hoe kan die dan in de bibliotheek werken? Je probeert met de hulp van anderen en met hulpmiddelen probeer je zo goed mogelijk je weg te vinden. Ik gedij ook heel erg op wat ik herinner. Dus ik denk heel veel om te kijken. Ja. Het is in het begin was het wel best lastig, moet ik eerlijk zeggen, om werk te vinden. Maar het is me gelukt. En ja, ik heb nu een baan waarbij ik dus niet zo veel hoef te kijken als bijvoorbeeld dat je aan de balie werkt en je moet boeken zoeken. Dat zou voor mij niet meer te doen zijn, want dan moet je heel veel zoeken en kijken. En nu heb ik een baan dat ik kan luisteren, kan praten en af en toe wel wat beeldschermwerk. Maar dan zet je alles vergroot of je laat iets voorlezen. Dat is tegenwoordig natuurlijk ook heel fijn met de hulpmiddelen van computer en van telefoon. Je kunt heel veel laten voorlezen en vergroten. Dus door die techniek is het allemaal ook voor mij makkelijker geworden. Ja, daar komen we zo op terug. Juist de theatervoorstelling die ook hulpmiddelen geeft in dit geval. Maar ik wil nog graag heel even naar het Oogcafé. Wat is dat precies? Louis, kan je daar iets over vertellen? Nou, het Oogcafé is een onderdeel van de Oogvereniging. Als je alleen al naar door Brabant kijkt, dan heb je, nou ik weet niet hoeveel, dat wil Wilma misschien wel, maar dan heb je behoorlijk wat oogcafés in de hele regio. Wij hebben hier het Oogcafé Land van Kuik. Daar komen voornamelijk mensen uit Land van Kuik, maar ook net een beetje over de Maas. Ook wel zeg maar Gennep, Heijen, die kanten. Eentje in Nijmegen geloof ik. We komen weer maandelijks bij elkaar. We praten met elkaar, het is gezellig met elkaar. We nodigen mensen uit die iets met onze beperking te maken hebben en ons voorlichting kunnen geven. Yeah. Het is gewoon een gezellige club bij elkaar. Ja. Laatst hebben we nog samen lekker lunch genoten hier in de Schouwburg. Dus we doen allemaal leuke dingen. Ja. Ja. Dus een gezellige club, maar ook dat je elkaar misschien een beetje op weg kunt helpen van elkaar steunen, tips en steunen. Informatie inwinnen via. Ja. Ja. En Wilma met Ulrike, die bepalen samen
ja, wij mogen wel tips geven, maar die bepalen eigenlijk een beetje de onderwerpen per maand wat er gaat gebeuren. Ja. En is dat toegankelijk voor iedereen? Of moet je echt bij de club zijn? Ah, het is toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Ja, okay. Maar ook de partners zijn van harte welkom. En ook zijn ook vele partners aanwezig. Dus die zijn eigenlijk net zo goed een beetje mee visueel beperkt. Of die moeten ons in ieder geval steunen op sommige momenten. Ja, nou, meer informatie is waarschijnlijk wel te vinden op oogcafé.nl of website. Oké. Waarom dat we vandaag hier eigenlijk zijn, is dat er een bijzondere voorstelling gaat plaatsvinden hier binnenkort in de Schouwburg. Ja. Doreen, als Schouwburg-medewerker. Ja, op woensdag 24 januari hebben wij de Comedy van een Bankoverval. Een hele spectaculaire voorstelling van Jon van Eert. Hij heeft heel veel komische voorstellingen al geregisseerd of gespeeld de laatste jaren. En nu voor het eerst zelf eentje bewerkt en geregisseerd. Het is een stuk dat uit Londen komt. En nu voor het eerst in Nederland is te zien. Met allemaal acrobatische trucs. Het gaat over een stel boeven die een diamant wil stelen. Dus ze komen echt, zo net als in de film, zo vanaf het plafond zo naar beneden aan zo'n draadje. En dan proberen ze echt de diamant te stelen. Aha. Heel spannend, grappig, spectaculair. Oké. Ja. Dat is mooi. Ja. Dat is leuk dat hij komt. Zeker. Maar dat is op zich natuurlijk niet zo bijzonder. Want er komen gewoon heel veel mooie voorstellingen. Zeker, in de Schouwburg. Wat het bijzondere is dat nu voor het eerst ook Stichting Komt Het Zien aanwezig is. En die hebben een blindentolk aanwezig. Daar kan Louis straks denk ik meer over vertellen. En mensen met een visuele beperking kunnen dan via een koptelefoon luisteren naar live audiodescriptie. Dus dan kun je niet alleen horen wat er gebeurt op het toneel, maar krijg je ook een beetje mee van wat er te zien is en wat jij mist als slechtziende. Om toch een complete ervaring te krijgen. Ja, eigenlijk wat Dorien al zegt, hè, want er komt van alles naar beneden en er gebeurt van alles op het podium, maar mensen die dat niet zien, die weten niet wat er gebeurt op het podium. Die horen alleen maar die spelers, wat ze zeggen, dat hoor je. Maar wat er allemaal gebeurt op het podium, dat krijg je niks van mee, zeker niet iemand die niks ziet. Die krijgt daar gewoon helemaal niks van mee. Nee. En dan met behulp van die blindentolk krijgt hij bijna alles mee. Dat is het mooie ervan. En hoe gaat hij dan in zijn werk? Wat moet ik me erbij voorstellen? Nou, die blindentolk die zit achter in de zaal. Achter in de geluidscabine bijvoorbeeld zit hij, of in de lichtcabine. Die kent de voorstelling. Die heeft de voorstelling, heeft hij een bandopname van. Hij heeft het script van de voorstelling. Heeft hem zelf al ooit gezien. Hij gaat dat thuis voorbereiden. Hij weet precies wanneer zijn de dode momenten in de voorstelling dat ik iets kan vertellen dat ik niet door de spelers heen praat. Als hij dat goed voorbereid heeft, dan komen wij hier in de zaal. Als je dan echt alles wilt weten, wij krijgen in de week vooraf krijgen we nog informatie wat je kunt beluisteren. Waar de voorstelling over gaat, wie dat er meedoen, wat voor kleding ze dragen, hoe het decor eruit ziet. Op de dag zelf zijn wij om 7:00 hier, dus een uur van tevoren, zijn de mensen met een visuele beperking al aanwezig in de Schouwburg. We gaan dan de theaterzaal in. De blindentolk die vertelt al over decor. Misschien dat we het decor op kunnen. Dat ligt eraan hoeveel attributen dat er staat, dat we niks omver gooien. Ja. Bijvoorbeeld, hè, want dat moet wel op de gelde plaats blijven staan, anders klopt het straks niet meer in het stuk. Hij vertelt precies waar alles staat. En hoe het eruit ziet. De spelers die komen op het podium, die stellen zich voor. Die zeggen wat voor kleding ze aan hebben. Die praten wat, zodat wij hun stem herkennen als het tijdens de uitvoering zeg maar gesproken wordt. En dan wachten we even tot het 8:00 is. En dan kwart over 8:00, dan begint de voorstelling. En op het moment dat die voorstelling begint, die acteurs die praten tussendoor zeg maar. Maar als die acteurs even stil zijn, dan krijgen we van die blindentolk in ons oortje te horen wat er op het podium allemaal gebeurt. Dus constant eigenlijk. Als er bijvoorbeeld van rechtsaf een mevrouw in een rode jurk opkomt. Ja, wat je niet ziet, krijg je toch te horen. Vertelt die tolk dat. En daarom heet het ook live audiodescriptie. Eigenlijk is het een beetje gesproken beeldinformatie, kun je eigenlijk zeggen. Het is alles wat er in beeld te zien is, krijgen de mensen met een oortje in, krijgen dat ook te horen. Okay. Dit bestaat ook wel al op televisie en in schouwburg en in bioscopen. Maar dat is niet live. Maar hier in de Schouwburg, zeg maar, dat is echt live. Want een theatervoorstelling van Comedie over een bankoverval, die ze deze week spelen, die loopt nooit exact in timing gelijk met die hier straks in Kuik. Dus als struikelt er maar een keer iemand die niet moet struikelen, dan klopt de timing al niet meer. Daarom moet het ook echt live. Ja. Maar dan, het klinkt mij wel heel druk dan in je oren, want je moet en
opletten wat de acteurs op het podium zeggen. En tussentijds krijg je nog informatie van de blinde toe. Nou, toevallig, ik liet iemand iets horen. Gewoon een voorbeeldstukje van Tineke Schouten in een schouwburg. Ook met een live audiodescriptie. En die zat zo te luisteren. Nou, Tineke is natuurlijk hartstikke enthousiast en die zegt heel veel op het podium, maar ze doet ook heel veel. Yeah. En ondertussen zit die blindentolk ook erbij te praten en die zei, nou, het is wel heel vermoeiend, zei iemand die daarmee zat te luisteren. Yeah. Dat is het natuurlijk ook, hè? Je hoort van twee kanten informatie. En als een ziende daar zit, die hoort het en die ziet het en dan wordt het toch anders, komt het bij mensen binnen, denk ik. Ja. Het is wel vermoeiend, maar wel heel mooi en heel leuk. Ja. En, het is echt een beleving voor jou. Ja? Ja. Ja. Wilma, heb je ook al ooit zo'n voorstelling meegemaakt? Nee, maar ik heb wel al een voorproefje gehad. Want wij hebben in het laatste Oogcafé, november hebben wij ik, ja. Arlette Hansson als gast in ons Oogcafé gehad. En zij heeft ook wat laten horen van voorstellingen waar dus een blinde tolk bij was, waardoor je een idee krijgt hoe het is. En ik moet zeggen dat ik had het niet verwacht. Het heeft mij bij voorbaat al verrast dat ik dacht, och, dat kan. Omdat je ook, ja, weet je wat het is? Ik zei al, mijn wereld is altijd zo geweest. En je weet dus eigenlijk niet wat je mist. Nee. Maar dan, als je dus de visuele beschrijvingen krijgt van die blindentolk, dan wordt die werkelijkheid ineens heel erg aangevuld. En eigenlijk merk ik dat me ook een beetje ontroert. Omdat je mist eigenlijk de hele tijd iets, alleen je merkt het niet. En dat er dus zoiets is als een blindentolk die jouw werkelijkheid aanvult, dat is gewoon fantastisch. Ja. Hè, want het is, ja. Natuurlijk ga ik wel naar voorstellingen of uitvoeringen of naar het circus. Maar die beleef ik altijd op mijn manier. En dat is heel erg door te luisteren. En soms ook wel wat een ander dan zegt. Hè. En die zegt van, nou, die maakt een mooie salto hoor. Of, oh, moet je nou toch, hè. Ja, iedereen zegt, moet je nou kijken wat er gebeurt. Ja. Ik heb een rijke fantasie, hè, dus ik vul het allemaal wel in. Ja. Ja. Kijken is voor mij heel erg denken. Maar als er iemand is die jou al souffleert eigenlijk wat je ziet, hoef ik minder te denken en kan ik veel meer genieten. Ja. En ik, voor mij denk ik, ik kan niet genoeg in mijn oren krijgen om te horen wat ik kan zien. Oké. Okay. Dat doen wij ook wel eens. Dan zitten we in de schouwburg. Laatst zaten we ook in Mel. En dan fluistert Jan mij van alles in het oor. Maar dan denken andere mensen misschien wel, nou, die zit ook lekker te kletsen. Die vinden het zeker niet interessant of zo. Ja, dat kan ook, hè. Ja, ja. Met deze voorstelling krijgt iedereen een koptelefoon op? Of iedereen? Mensen die zich aangemeld hebben om deel te nemen aan of gebruik te maken van de blindentolk. Die krijgen vooraf, voordat de voorstelling begint, krijgen die een ontvangertje met een koptelefoon, ja. Ja, en de partner kan ook als hij zegt van, goh, ik vind het ook fijn om te ervaren hoe dat is voor jou. Dan kan die ook zo'n headset krijgen. Ja, want op zich, het is een voorstelling op zich voor ziende mensen, toch? Mm-hmm, zeker, het is niet het is heel visueel. Voor iedereen. Ja, ja. Is deze speciaal geschreven voor blinde tolk ook? Of is het er toevallig bijgekomen? Dat een blinde tolk of een vereniging zegt van, nou, hier gaan wij eens tolken. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat ik ervan weet is dat Stichting Komt Het Zien, die bekijkt het aanbod elk jaar. Want elk jaar is er een nieuw aanbod in het theater. Yeah. En zij selecteren dan voorstellingen die zij geschikt vinden. Vul aan als ik het mis heb. En dan gaan ze in gesprek met de producent om te overleggen van, is het mogelijk? Zien jullie dat ook zitten? En dan, ja, dan ontstaat er een samenwerking in. Maar de voorstelling is er eerst voordat Komt Het Zien deelneemt. Ja, het is niet zo dat het speciaal... Niet speciaal geschreven voor... Nee, helemaal niet. Nee, deze voorstelling die speelt natuurlijk heel vaak, maar hij is 5 keer in het land met de blindentolk. Ja. Ja, ja. Deze voorstelling. Ja. En alle andere keren is hij gewoon voor ziende mensen. Dat betekent dus dat mensen uit de regio hier, hè, die het fijn vinden om met een blindentolk een voorstelling te bezoeken, die komen uit de regio. Die kijken gewoon van, ja, waar is het dichtst bij? Wat is handig voor mij? Ja. En ja, ik hoorde al van andere mensen van de oogvereniging ook, die van theater houden, die maken er echt een weekendje van. Boeken een hotelletje en die stappen, die stappen in de trein en die gaan heerlijk een weekendje uit. Ja. Nee, je moet er wel op uit, zeg maar, want ze zijn niet vaak in de regio. Toevallig is er februari eentje in Os, maar dat is wel het dichtstbijzijnde
vanuit Mil gezien waar ik woon dan. Ja. Venlo zit er regelmatig bij, Eindhoven, zie ik ook al staan, Arnhem, Nijmegen. Dus ja, het komt wel in de redelijke regio, maar echt zo dichtbij als Kuik, dat is de eerste keer. Echt we de eerste zijn keer. Nu speciaal bevoorrecht deze ja, keer. Zeker weten. Ja, nou ja, ja, we vinden het echt bijzonder dat het nu voor het eerst in het land van Kuik mogelijk is. En we hopen natuurlijk dat hier echt veel mensen gebruik van gaan maken. Ja. Zodat ook de Schouwburg denkt, nou hier, hè, hier maken we ja, mensen blij absoluut. Mee. We gaan voor het nieuwe seizoen gaan we weer een voorstelling met Komt het Zien boeken. Ja, nou kijk eens aan. Zijn er extra kosten aan verbonden als je zegt van nou ik wil zo'n blinde tolle kunnen volgen mm-hmm. met die koptelefoon? Zeg maar? Nee, nee, het enige wat je moet doen is in het bestelproces aanklikken dat je er gebruik van wil maken. Ja. En dan wordt het eigenlijk gratis toegevoegd aan jouw kaartje. Okay. Dus je hoeft er als deelnemer niet extra voor te betalen. Nee. Dan natuurlijk de vraag, zijn er nog kaartjes? Want iedereen die gezien heeft, wil ja. iedereen misschien wel komen kijken. Zeker, ja, er zijn nog luisteren. Genoeg kaartjes beschikbaar inderdaad. Die kun je nog steeds bestellen op schouwburgkuik.nl. Yeah. En als je ja, extra vragen hebt over hoe dat zit met Komt het Zien, dan kun je natuurlijk altijd bellen met onze kassa. Die informatie staat allemaal op de website beschreven. Ja. Ja. En wat ook wel goed is voor mensen om te weten, dat vind je het nou lastig om via de computer kaartjes te bestellen, dan ben je ook welkom in het huis van Kuik bij de balie van de bibliotheek. Want dan helpen de collega's van de bibliotheek, die helpen je ook om kaartjes te kopen. Ja, en ook eventueel voor meer informatie nog over deze voorstelling, ja. Ja. kun je altijd gewoon hier terecht. Ja, klopt. Ja. Mooi. Ik ben heel erg benieuwd. Nou, wij ook. Ja, ja wij ook toch? Ja, ja. Ja, 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 ja. Ik hoop gewoon echt dat mensen die kijken, dat die denken, ja, ik heb toch eigenlijk ook wel, als ik naar theater ga, dat ik heel vaak aan mijn partner vraag van, wat gebeurt er nou precies? Of was er nou iets? Of dat je misschien zelfs de hele clue van een voorstelling mist, omdat je iets niet gezien hebt. Ja. Dat mensen denken, ja, misschien zou dat voor mij ook wel heel fijn zijn als ik gebruik kan maken van de blindentolk. Want ja, hè, voor blinden en slechtzienden, mensen voelen zich misschien niet zo dat ze het etiketje van slechtziend willen hebben. Maar het gaat erom, als je visuele dingen mist in het theater, om wat voor reden dan ook, maak gebruik van de blindentolk. Die is er, het kost niks extra's en je avond wordt er zoveel mooier door. Prachtig gezegd, Wilma. Ja. Prachtig. Ja. Ja, blinde geleidehonden zijn welkom. Oh ja. Oh ja. Meestal wel, hier denk ik ook wel. Ja, ja. 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 Oké. Okay. Ja. Dank jullie wel voor de tijd. Graag gedaan. Ja, graag gedaan. Ja, graag gedaan.